hommage is in de eerste plaats voor mij een publiek blijk van waardering voor een idee of voor iemand. Ik vanuit mijn positie als beeldend kunstenaar maak dus beeldend werk en die associatie met de persoon of met het idee is heel sterk. Dat resulteert in een, meestal in een kunstwerk, een fysiek kunstwerk, een permanent kunstwerk ook. Iets dat dus die waardering continuïteit geeft, die waardering fixeert in ruimte en in tijd en in beeld. En dus in termen van finaliteit rond die waardering is een kunstwerk een zeer sterk medium. Thuis staat er een oude kast die ik al jaren had, die ik op een dag weg wou doen. Ik neem de kast vast en zie dat er een rug in zit met hardboard. En op dat ogenblik maakte ik de link dat dat hardboard eigenlijk een soort stille getuige is in mijn huis, die jarenlang alle gesprekken kunnen volgen heeft en die in principe een zeer goede kennis over wie ik ben zou moeten hebben. Indien dat materiaal zou kunnen spreken natuurlijk, het is een dood materiaal, maar je zou het kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een ring dat je krijgt van je grootouders, daar zit een verhaal aan vast, die ring is geladen, die heeft een betekenis en zo verder. Net in dezelfde analogie maak ik ook de beweging naar dat hardboard. En dat hardboard krijgt voor mij dan vanaf dat punt een symbool voor een stille getuige die ik niet ken. Vandaar de rug, het gedeelte dat je niet zag. Boter. Je kunt geen boter meer gebruiken. Zeker niet in een grote kwantiteit, zelf vet. Ik heb wit vet ooit gebruikt. En dat was echt zeer industrieel vet, maar iedereen begon over Joseph Beuys. En voor mij was dat problematisch op dat moment. Of blauwe bik is Jan Faber. En in die zin heeft iets vijandig. En vind ik het ook moeilijk of zo om echt iets te claimen, maar is hetgeen wat eigenlijk continu gebeurt. En is een hommage vaak iets wat je doet om te weten en te zien van ja, dit is wat ik niet meer kan doen of niet meer mag doen, want uiteindelijk zoek je wel iets nieuw en probeer er datgene te doen dat nog nooit of nog niet gedaan is. Wat niet wil zeggen dat het ook mooi kan zijn om op traditie verder te bouwen. Maar sommige elementen zijn zo samen met een persoon dat je ze niet meer kan gebruiken. En dat is een soort van wetenschap dat je hebt, of wat ik toch moe hebben om te zien van ja, wat is er al allemaal gebruikt en gebeurd en waar moet ik mijn handen van houden. Ik ben aan het onderzoeken hoe dat ik een sculpturale reeks longboards kan maken die zowel de snelheid, want die gasten die gaan aan 90 km per uur de hellingen af, dus dat is zeer technisch om dat in de juiste curves en zo te plooien. Maar tegelijkertijd wil ik, ja, voor mij is het een sculptuur en ik hou enorm van het idee dat mijn beelden gebruikt worden. Of dat ze deel uitmaken van de straat, eerder dan dat ze decoratief aan de muur hangen. Maar ik vind dat natuurlijk belangrijk dat die twee bijeen hangen, want ook hier in dat beeld van Brancusi zie je hoe dat hij zijn colonne sans fin functioneel gebruikt bij het opstellen van zijn werk. Wat ligt in Roemenië? Dat hij zijn trap gewoon als trap gebruikt, eerder dan als sculptuur. Altijd zo op een scheiding zit tussen een persoonlijk leven en anderzijds een publiek leven. Als het enkel zo van persoonlijke hommage zou zijn, dan zou je heel erg staan in een soort van curiosia van je eigen omgeving. Was dit hier de plek waar dat er hier nog een kast stond en daar stond een kast, hier in de gordijnen. Dan komt hier een gang en hier zat de voordeur waar tijdens het proces van de reconstructie van het gebouw was er eerst een proces van leegmaken. Dat was het eerste wat we gedaan, het huis moeten leegmaken. En er waren heel veel dingen die niet meer bruikbaar waren of dat men niet goed wist, moeten we gaan bijhouden, moeten we weg gaan doen. Ik heb hier twee dingen die ik geselecteerd heb
uit dat proces van opruimen. Dat is enerzijds hier een jas en anderzijds hier een gileke. Die jas is de jas van mijn grootvader en ik heb er een sculptuur van gemaakt. Deze hangt aan een muur, iets hoger dan een normale hoogte, waar u zich eigenlijk loskoppelt van zijn omgeving. Loskoppelt van hier, omdat het zich verplaatst naar een andere plek, zijnde een museum of een galerij. Maar ook net iets hoger dan de normale positie waar je een jas ophangt op een kapstok. Door die eigenlijk als een soort van slaapwandelaar terug gereconstrueerd wordt. Hiernaast zie je een giletje van mijn grootmoeder. En ik heb op een bepaald moment ook heel veel aquarellen gemaakt over groenten en fruit en over afval. Dit is eigenlijk een stukje soepvlees waar je nog een klein beetje het vlees aanziet, aan de bot ziet. En daarnaast dat jasje van mijn grootmoeder, dat op die manier dat truitje eigenlijk zeer extreem wordt geactualiseerd en heel precair in beeld gebracht wordt, zo op dat aspect van leven en dood. Vrouwen eigenlijk, en vooral de vrouwen in de kunst. Omdat dat echt een mannenwereld was. En eigenlijk wou ik zeggen, met hommage A, een hommage A aan al de vrouwen die geposeerd hebben voor de schilders. Dus poseren, dat betekent ook gemanipuleerd worden. En in die hommages A heb ik dus geen vrouw willen gebruiken, maar ik heb wel mijn eigen gebruikt, omdat ik niet dat wou repeteren eigenlijk. En dat is eigenlijk een soort van technisch ingaan. En ook het was een keerpunt eigenlijk ook voor in de kunst en vechten voor vrouwen. Kijk, het papegaaitje dat hierin zit, is zo mijn grootmoeder. Het is een hommage aan mijn grootmoeder, die een paar jaar geleden gestorven is. Dat was mijn allerliefste grootmoeder, die dat ook bij ons thuis woonde, de Bomma. En dat is nu, denk ik, haar piraat en is zij mijn papegaai die daar op mijn schouder zit. En dat is een papegaai. Een beetje gevangen.